Deze nieuwsuitzending is met name bedoeld voor jonge mensen. We gaan het hebben over geschiedenis. En dan gaan we luisteren naar Bill Hughes. Die gaat praten in het Engels, ja, Amerikaans. En een verhaal vertellen, Bill Hughes dus, over de opiumoorlog. Iets wat veel mensen niet weten. Ik weet het al een paar jaar dat dat geweest is. Bill Hughes is iemand van de zevende dag Adventisten. Die man is zo arm als een kerkrat. Die doet het niet voor de poen. En hij praat dus op zijn Engels. Ik ga hem even laten lopen en waar nodig, dan grijp ik even in. De hele speech van hem duurt een uur, dus ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Maar luister eens eventjes, erg interessant. When we are asked to go to a higher stage, that they would be so etched in our. Ja, dit is een gebed. Hij begint altijd met een gebed en hij eindigt ook met een gebed. Ja, het is een christen. Mind that we would be able to share these things with clearness, with force. That many thousands of people who have never heard words like these would be blessed. Strengthen us to that end in Jesus' name. Amen. Ja, dan sprak hij de naam uit van Christus Jezus en dat mag. Well, this is Behind the Door, part 42. As the springboard to get started this afternoon, let's open our Bibles to Revelation chapter 17. Revelation chapter 17. Revelation is het laatste boek van de Bijbel. Op het Nederlands heet dat Openbaring. Er wordt erg veel uit geciteerd vanuit deze hoek. Mensen zien tot een stomme verbazing dat wat wij wereldgeschiedenis noemen, dat is een herhaling van zetten. Iets wat ze toen ook al wisten. Ik zal een stukje verder. Ik sla het even over. We gaan nu niet Openbaring lezen. Dat doen we een andere keer wel doen. Want dat is geen nieuws. Of het is wel nieuws. Want wat erin staat is het nieuws. Goed, ik pak hem gewoon even at random een stukje verder. Jullie hebben de link in beeld. Dit is gepubliceerd door Jurk Gliesman. Of geüpload. Jockler's War on Disinfo, dat staat hier. De oorlog die Jurk voert tegen de desinformatie. En nou heeft Bill Hughes een hele serie gemaakt en die heet Behind the Door. Het is niet heel makkelijk te vinden, want Behind the Door is een hele algemene zoekterm. Maar als je in de rondte gaat kijken bij Jurk zijn YouTube kanaal of Google Plus kanaal. Even nog even waar de controverse over gaat. Alan G. White heeft een boek geschreven. The Great Controversy of zo. De grote controversie. De grote tegenspraak. En Bill Hughes, zegt Jurk, zegt het hier, hè? Sadly, Bill is still a teacher of diabolical SDA doctrine and endorses Ellen G. White and her writings, and that is why those quotes are to be found throughout all of his lectures. En Jurk zegt dan zelf, here once and for all I distance myself from that, but on the other hand I support the historicist's research and teaching of Bill Hughes. En dat klopt. Waar het hier over gaat is dat er is een christelijke stroming en die heet de Zevende Dag Adventisten.
Dat is een hele grote kerk. Nou, bij het begrip grote kerk ga je gelijk al denken, wauw, daar wil ik niet aan meedoen. Aan de andere kant, mensen van de zevende dag Adventisten, daar hoort ook Walter Veit, hoort er ook bij. Die staan wel degelijk stil bij wat er gebeurd is. Je hoeft van mij geen lid te worden van de zevende dag Adventisten, naar aanleiding van dit dingetje. Maar luister wel naar wat die mensen te vertellen hebben. Alsjeblieft. Separate the two. They are one and the same thing. In Revelation 17 and verse 2 says that the great whore, the Catholic Church system, controls the kings and the kingdoms, the nations of our world. Kijk, en dat is, dan hebben we het toch een beetje over openbaring. Ik wou er eigenlijk overheen stappen. Het is opmerkelijk wat er staat in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. En hij zit nou te lezen uit hoofdstuk 17. Maar hoofdstuk 18, dat ligt er ook niet om. Daar wordt gesproken over een fenomeen en dat heet The Woman Riding the Beast. En die heeft ook een naam gekregen. En die naam is Mystery Babylon. Moet je dat op zijn Nederlands vertalen als mysterieus Babylonië? Ja, zoiets. De moeder van de prostituees. Want zo'n macht is er bezig. Dat weten wij sinds de komst van Christus. We wisten het van tevoren dat Christus zou komen. We wisten ook dat de Antichrist zou komen. Maar toen Christus gekomen was, was het duidelijk dat er een Antichrist is. En wat doet hij zoal? Interessant, we luisteren verder naar Bill Hughes. Now, this afternoon, the kingdom that I would like to take a look at with you for the rest of the time is the monstrous, highly populated nation of the earth. In fact, it's the most populated nation on the face of the earth, and that's China. Has... Ja, dus even voor degene die niet zo snel zijn in hun Engels. Bill Hughes in zijn serie Behind the Door. The Doors, is dat nou even? Behind the Door, enkelvoud. Daar, hij doet nog veel meer interessante dingen hoor. Dus eens luisteren wat hij te vertellen heeft over het neergaan van de Titanic. Hoe dat in elkaar zat. Nou, je valt van je bed af van verbazing. Terwijl je op je rug ligt natuurlijk. Hè? Beetje moeilijk te doen. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil. China, Red China, Communist China, I'm just going to call it China. Has China been infiltrated and taken over by the Jesuit order of the Catholic Church? Revelation 17:2 says yes. What does history tell us? From all the documents that I have researched, I read Avril Manhattan's book, Vietnam, Why Did We Go? Oké, stop maar even stil. Want dat bestaat echt. En toch lekker aan het screencasten. Hier. Laat ik een beetje fully screen hier doen. Die man waar je het fotootje van ziet, die, daar gaat het dus om. Oh, hij zit te spelen, dat moeten we niet hebben. Even zo breekie. Een enkele pagina gedoe. Zo, dan hebben we er weer twee.
geestelijke dingen. Zo. Maar kijk maar gewoon even met me mee. Dat maakt ook niet zo gek veel uit. Dit is de PDF. Die kan je zo op internet voor elkaar halen. Kan je downloaden. Dat vind je heel snel. Dus Avro Manhattan, Vietnam, Why Did We Go? Ik kan toch echt wel wat geld te krijgen. Zoiets. Nee, dat gaat echt heel slecht. Hé, nou heb ik hem in ieder geval binnen. Je kan het dus zelf even gaan nalezen waar deze man het over heeft. Die vertelt een heel leuk verhaal over de Vietnamoorlog. Nee, maar dat is grappig zeg. Er waren de katholieken. Want dat is waar je achterkomt als je je gaat verdiepen in 9-11. Om maar te beginnen. Maar je komt uit bij de katholieken. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar elke keer als er een oorlog is of zo. Ja, dan hebben de katholieken er weer wat mee te maken. En dan niet degene die dan ter confessie gaat. Dat is de aardige buurman. Die is lid van de katholieke kerk. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de organisatie. Nou, dan luisteren we even naar Bill Hughes. I've read Edmund Peré's book called The Secret History of the Jesuits. Ja, die moet je ook in de gaten houden. Dat is E. Paris. The Secret of the Jesuits. Zoiets. Ja. Deze dus. Dit is het logo. Klikken de klik. Een beetje zo. Best een leuk plaatje, vind je niet? Wat je hier ziet is die swastika. En daarbovenop een kruis met een poppetje. Nou, dan vind ik dat je helemaal niet met kruisen moet gaan lopen zwaaien. Je moet ook geen kruisje om je nek hangen. Dat vind ik, hè. Maar als je dan toch een kruisje wil, want ik heb hier in huis ook een kruis. Ik heb een soort altaar gemaakt met de foto's van mijn oma en allemaal dingetjes van. Dat mensen binnenkomen, dan zien ze een soort van samenvatting van mijn leven of zo. Dat ik zeg, hallo. Ja, ik heb ook een kruis, maar daar hangt geen poppetje op. Want dat is katholiek. Dat is echt katholiek. En dat in combinatie met die swastika. Ja. Dat is Edmund Parijs. Zijn Nederlands gezegd. I've read a host of internet articles, historically based articles from Encyclopedia Britannica and several others that have talked about the history of the Jesuit order in China. This is what I found. Like most nations, the Jesuit order first used merchants or business people to go and sell and trade with the Chinese. They first did that in the late 1500s and into the 1600s. And as the Portuguese and Spanish merchants went into the countries, they got off their ships, they took their goods to mainland China, and right on their footsteps were the Jesuit missionaries. And so that was how
Catholicism first entered into China was through the Portuguese and Spanish merchants. Even voor je geschiedenis. De Jezuïeten, dat is een orde, dat is een militaire orde van de katholieke kerk. Die is opgericht in 1540. In die tijd, het kostte een paar jaar. Toen zei de paus, oké, jullie horen erbij. Maar dan wel kill. Om alle protestanten dood te maken. Dood of monddood. Want het gaat om de Bijbel. Het meest bestreden boek wat er is. Er is nog nooit een Mahabharata oorlog geweest. Een Dhammapada mocht je heus in bezit hebben, geen enkel probleem. Maar een Bijbel lezen, ja, hallo. En daar gingen die Jezuïeten over, om te verhinderen dat mensen de Bijbel zouden lezen. En die Jezuïetenorde is in 1540 opgericht. En de eerste aanvoerder was Ignatius de Loyola. Die heette helemaal niet zo. Maar zo staat hij te boek, dat is zijn artiestennaam. Loyola, dan moet ik denken aan loyaliteit. Nou, die Jezuïeten zijn lekker bezig geweest, hoor. In the late 1500s and early 1600s, the first mission station of the Catholic Church and the Jesuit order was on an island called Macau. It was from Macau that the Jesuits first entered China in 1582. The man who entered in the first Jesuit was a man by the name of Matteo Ricci. He was received into the Chinese court 19 years later in 1601. Now Matteo Ricci and the Jesuits that subsequently went into China, they studied diligently astronomy. They had a knowledge of the stars and the planets, and this very much attracted the Chinese leaders to the Jesuit order. Kijk, dan moet je de Jezuïeten nageven. Zij weten van wiskunde. Dat niet alleen, ze zijn ook goed in taal in het algemeen. Een beetje Jezuïet, die spreekt 7 talen. Die mensen die gaan, jij, stel dat jij naar de universiteit wil of je wil een opleiding. Hè? Vroeger had je opleidingen en die kostten je 8 jaar. Ik heb zo eentje gedaan. 8 jaar lang gestudeerd, tussen aanhalingstekens. En als je heel snel was, dan had je die opleiding in 6 jaar klaar. Dan mocht je gelijk gaan werken. Maar je begrijpt dan al wel dat ik dan denk van, wow, kalm aan doen, want werken kan altijd nog. Na 8 jaar, dat is ook prima. Een Jezuïet, die krijgt een opleiding van 16 jaar. En dan niet zoals ik in Wageningen, tijdens het ochtendcollege, ja, nog een keertje omdraaien, en, ja, een beetje koffie zetten, en een check roken. En 's middags, dan moest je er naartoe, want dat was practicum en dat was verplicht. Dus dan zat je om 1 uur klaar wakker, achter een stelletje Erlenmeijers. Ja, dat is niet bij de Jezuïet, hoor. Dat is 's morgens om 4 uur opstaan. En per dag slaap je 6 uur of zo. Kortom, je bent de hele dag klaar wakker. En dan gaan we Russisch leren. En ook al die andere dingen met wiskunde. Je kan naar zo'n ding als Venus. Daar kan je heel veel aan zien, hoor. Moet je iedere dag met een, weet zo'n ding, een sextant, een meetje de hoek. En maak je daar een tabel van.
En dan een grafiek. Ja, en dan zie je hoe de boel in elkaar zit. Want er zit een regelmatigheid in de hemellichamen. Ook in de planeet Venus. Nou, daar kan je veel indruk mee maken. En dat hebben de Jezuïeten gedaan daar in China. Ik pak hem er even een stukje verder. Gewoon even at random. Hè? East India Company was called the Society of Jesus. The Jesuit order was behind the British East India Company. Now, ja, wat hij dus hier zegt, dat heet de Oost-Indische Compagnie. We hebben het hier in Nederland ook gehad, de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat waren de Jezuïeten. En ons wordt geleerd dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie, voor het ver Nederland betreft, die haalde daar in Indonesië, waar ze maar waren, nootmuskaat en peperkorrels. Ja, wat ze niet vertellen in de geschiedenisboeken, is dat we daar opium uit weg, opium weghaalden. Heulsap heette dat. Dus we hadden het ruwe product. Je hebt zo'n papaverbol en dan maak je een sneetje in en dan gaat die bloeden, zullen we zeggen. Er komt een soort van rubberachtige substantie uit. Nou, dat is genoeg. In een potje stoppen. Als het potje vol is, dan neem je het volgende potje. Ja, dat leverde de poen op. En niet die kruidnagelen, snap je? Now, before we go on, you say, well, Bill, I don't believe that, prove it. Well, I'm glad you said that. Let me read a few quotes to you. First one is from a book called Dope Incorporated, the book that drove Kissinger crazy. Page 117. It was written by the Executive Intelligence Review. Page 117 of the book, it says this. Since the original Jesuit mission had established itself in Beijing in 1601, the Society of Jesus, the Jesuits, had held the key to the Far East trade, including the drug trade. Nou, heeft het over 1601. Jou is misschien nog geleerd op school dat in 1600 was de slag bij Nieuwpoort. Nou, er is wel meer gebeurd in die tijd. Die Jezuïeten, die dus opgericht zijn in 1540, die waren dus binnen 60 jaar eigenaar van een kantoor in Peking, Beijing. Daar zaten ze toen al. En wat is allemaal, wat hebben ze gedaan daar in China? So the Jesuit order not only controlled the Far Eastern trade, they also controlled the drug trade that went on in China. Now, let me read something to you. This is from a website, from a book that somebody wrote. The place to get it, it's in www.angelfire.com, and it's a book. The chapter I'm going to be reading from is called Under the Influence, chapter 14. This is what the gentleman said. The vehicle for the opium trade from India to China and elsewhere was the East India Company, a group of Scottish merchants and Freemasons who were aligned with the Knights of St. John of Jerusalem and the Society of Jesus, the Jesuits. So the Jesuits controlled the Far Eastern trade of the East India Company. Ik zet hem even stil. Jullie kunnen even met mij meelezen. Want deze upload is gedaan door Jurke Kliesman.
En op de achtergrond zie je een foto van Bill Hughes. En wat Jurk hier zegt, ik zal hem even op zijn Engels voorlezen. I do not belong to any denomination. I never was, nor ever will be part of any, tussen quotes, organized denomination. En dan zegt hij, I am aware and can show you proof that the SDA Church has been founded by Freemasons and are thereby, from the beginning, Jesuit controlled. Dus hij neemt afstand van de SDA. En dat zijn de Seventh Day Adventists. Dat ik het even weet. Not only that, they controlled the drug trade to that part of the world. What the Scottish merchants through the British East India Company and the Jesuit order began to use to trade with the Chinese was opium. What was the purpose? One, to be able to get all the goods that the Chinese were selling, the tea, the silk, and other commodities. But also there was another point to it, and that was to destroy generations of people. And through destroying generations of people, the Jesuit order could then come in and take over the nation. Dat is hem eigenlijk. Waar we mee te maken hebben, dat is die namaak wereldorde. En dat is een verzameling mafioso of mafiosi. Het zijn kwaadaardige mensen. En wat ze met China hebben gedaan, en als je deze hele lezing van Bill Hughes uitluistert, dan gaat hij erbij stilstaan dat in Amerika hetzelfde gebeurt, momenteel. En ook staat hij er nog bij stil dat die Chinese mensen niet vergeten zijn wat de Jezuïeten hebben uitgefroten met hun natie. Kortom, die Chinezen die zijn zagrijnig, zeg ik het netjes. Hun karma is minimaal zagrijnig. Want ze zijn het niet vergeten. En die grappige Jezuïeten, die hebben gezegd dat die drugs niet van de Jezuïeten kwamen. Nee, ben jij gek. Die hebben gezegd tegen die Chinezen, die drugs die komen uit het Westen. Het is de Westerse mens, de Occidentale mens, die jullie in die soepzooi heeft gebracht met je Mao Tse-tung. Weet je hoeveel doden die man op zijn geweten heeft? Dus die Chinese legers die in Panama, daar zitten ze al. Die Chinezen zijn helemaal klaar om Noord-Amerika over te nemen. Omdat ze zagrijnig zijn over die opiumtoevloed. En de rest. Die willen payback, heet dat, terugbetaling. En wat doen dan die Jezuïeten? Nou, wat ze bijvoorbeeld doen, altijd doen, ze ontwrichten een samenleving. En hoe doe je dat? Nou, dat kan op verschillende manieren eigenlijk, maar nou, het belangrijkste is dat je onderwijs vervangt door namaakonderwijs. Iedereen denkt dat hij van alles leert en jij van ha 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 ha, ik leer je helemaal niks.
Maar we doen er heel ingewikkeld over. Krijg je er een domme jeugd van. Want je moet denken in generaties. Dus als je een gebied over wil nemen, dan moet je dat niet binnen een dag willen doen. Want dat werkt niet. Dan krijg je ondergrondse bewegingen en die zeggen, oh, we pikken het niet, we zijn binnen een dag overgenomen. We komen in opstand. Veel beter doe je dat heel langzaam aan en denk je in generaties. Nou, dus ga je het onderwijs lekker verpesten. Een hele goede is ook seks erin te gooien. Een vrije liefde, vrije seks. Krijg je ontwrichte gezinnen van. Nou, heb je weer een generatie kapot. En last but not least. Drugs. Van heroïne. Opium. Cocaïne. Zeg maar. Als mensen maar niet aan het werk gaan. Als mensen maar niet gaan nadenken. Ze gewoon helemaal als een Teletubby door Lalaland lopen. Zo stoont als een garnaal. En dan maak je die samenleving kapot. Ja, en wat wil een kapotte samenleving? Nou, een kapotte samenleving die wil weer tot heel dom komen. En dan kom jij aanzetten van hallo, wij zijn van de Jezuïeten. En we dachten zelf, wat vinden jullie van communisme? Want dat is een favoriete politieke systeem, hè? Ja, wij komen hier om de rijkdom te verdelen. En dan kijken we naar wie er het meeste geld heeft. En dan nemen we dan het geld vanaf. En dat geven we aan de arme mensen. En wij krijgen een commissie van 10%. Dat is een legale diefstal die je ook nog een hele hoop poen oplevert. Nee, maar dat is geniaal. En wat mezelf uitermate irriteert, maar wat ik ook wel begrijp, is dat ze zichzelf ook nog Jezuïeten noemen. Alsof ze iets te maken hebben met Christus Jezus. Maar Christus Jezus was helemaal geen opiumhandelaar. Ja, maar Christus Jezus heeft ook dingen gezegd dat hij... Nou, hij hield niet van schriftgeleerden en niet van koningen en... Zelfs dodenherdenking vond hij niks. Ja, dat klopt. Want wat heb je er allemaal aan? Nou, Christus Jezus was een strakke jongen, dat wel. Maar hij was geen Jezuïet. Maar Christus Jezus heeft een ander nog nooit cocaïne aangeboden. Of spullen van vergelijkbare kwaliteit. Laat staan dat hij dat, want dat hebben ze dus gedaan, want die Chinezen die waren het hartstikke beu met al die opium die naar binnen kwam. Die zijn ter oorlog getrokken tegen de Britten. Nou, hou op met je stomme opium. En die Jezuïeten lekker lachen van ha 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 ha. Gaan ze oorlog voeren met de Britten? Dat zijn toch allemaal domme jonge soldaten, we maken het uit. Dan hebben ze die oorlog ook nog gewonnen, keer op keer. En die opium bleef maar komen. Ja, ontmoet de Jezuïeten, dat zijn je allergrootste vrienden. Not. Ze hebben zo'n beetje alles kapot gemaakt wat er maar kapot te maken viel. En dat in de naam van mijn heiland. Dat in de naam van het enige karakter waar ik in geloof. Deze mensen zijn niet dom. Om het maar even op zijn Bijbels te zeggen, ze weten waar Abraham de mosterd haalt. Ik hoop dat jullie al deze 56 minuten 48 seconden van Bill Hughes gaan luisteren. Ik ben er vanuit gegaan dat jullie Engels kunnen. Je kijkt toch ook naar Netflix. Dan pik je toch wel wat Engels op.
En hij spreekt niet zo heel ingewikkeld Engels. Mooie korte zinnetjes. Het is best te doen. En verdiep je er even in. En kijk dan naar de hedendaagse maatschappij. En zie je daar de hand van de Jezuïeten in? Maar ik wel. En zie ik erin wat je daartegen moet doen als levenshouding? Maar ik wel. Want dat is namelijk wat Christus ons voordeed. Zo dient men te leven. Boeddhisme, maar dan tinken ze hard. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zou ik hier tjus. Dag lieverds.